Zullen zeggen, uw Zoon Jezus Christus ons geleerd heeft. Bapakamiyang di surga, dipermuliakan la kiranya namamu, datang la kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sampai selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dus pendek aja supaya orang bisa jalan makan terus, ya. Organisasi Suara Iranu bedanken voor de gift. En de lopers, prima hoor. Ik hoop dat we dat vaker mogen doen. En nou, dit is wat ik kwijt wil. Ik wens alle lopers, wandelaars, voor de rest van de dag veel succes. En namens de Patimoerenwalk zal Omnoes Matalessi nog even een kort woord tot u richten. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, hoewel ik zelf niet heb gewandeld en ook niet mee zal doen. Ik zal wel vanavond aanwezig zijn, maar dan in een andere hoedanigheid. Wil ik namens de groep wandelaars, de organisaties, in het bijzonder de wijkraden, wijkraad Capelle aan de IJssel, wijkraad Moordrecht en Krimpen, hartelijk bedanken voor het ontvangst. In ieder geval morele steun die ze gedaan hebben, Moordrecht vanochtend. Ik weet niet of de wijkraad vandaag ook uit Capelle het woord zal. Maar goed, misschien doet Moordrecht het namens de drie wijkraden. Ja, de vorige spreker heeft het ook al gezegd. Een hartelijk ontvangst van Capelle. En hierbij doe ik voor beide groepen een oproep. Voor degene die niet mee gaan wandelen of meelopen, om zometeen als de groepen richting Krimpen gaan, om dan ook naar Krimpen zelf te gaan, om hun daar te ontvangen. Kunnen we dat afspreken voor degene die niet loopt en wandelt? En sama-sama, terima kasih di Kapelle en Krimpen. Oké, terima kasih. Dankjewel, even aan de Dewan Maluku Capelle en aan Sharon Tip. Het
Terima kasih, Andrew. Saudara-saudara, sebelum saudara-saudara serta wajalan pika krimpen, atas nama DMC, kita ucapkan pertama-tama DMC dari Moedrecht. Terima kasih sudah datang sini. Terima kasih saudara dari utara sampai barat, selatan, semua datang sini. Cuma ada satu maksud, buat obornya jalan terus. Tanggal itu kita semua di sini, toh? Ya. Oke. Sisi ini memang keturun semua mau kuat supaya keturun mau kasih obornya buat kedubun turunan dari Matulesi. Keturun bawakan di Krempen. Dus sebelum itu, DMC minta banyak terima kasih. You sudah hadir sini, sudah jalan untuk kita punya perjuangan. Terima kasih. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heet u? Magda Hattu Monaten. En waar komt u vandaan? Uit Ridderkerk. Waarom loopt u mee? Om voor Patimura een goed doel voor de Molukse vrijheid. Ja, en hoe vindt u van de organisatie die dit georganiseerd heeft? Heel goed. Heel goed gedaan. Dit is niet de eerste keer? Dit is niet de eerste keer. Ook niet de laatste keer? Ook niet de laatste keer, nee. Okay. Nou, succes, dank u wel. Dank u wel. Dag. Kunt u mij vertellen hoe u heet? Raymond Thomasoa. En waar komt Raymond Thomasoa vandaan? Uit Bermsoom, Halsteren. En waarom loopt u dan mee? Nou, dit is voor mij een mooie gelegenheid om een beetje, zeg maar, mee te gaan in de strijd, hè, voor ons. In ieder geval als herdenking van Patimura. Ik denk dat het een mooie dag is om gezamenlijk te tonen dat we samenwerk zijn. Dat we, zeg maar, verder moeten gaan met z'n allen. Oké, okay, is dit de eerste keer? De eerste keer, ja. Eerste keer. En ik heb begrepen dat hij vanavond gaat optreden. Klopt dat? Ja, vanavond even een beetje spelen en muziek maken. Dus we maken er een mooie dag van. En welke band is dat? Guess No Friends. Dat is een geweldige organisatie. En inderdaad, een groot compliment. En hopelijk volgend jaar weer met hetzelfde enthousiasme allemaal. Oké, okay, nou, succes met lopen. Dank u wel. Ja, dank u. Maso dari Oh jadi. Yang jalan cepat. Oke. Okay, okay. Macam mana jalan? Aku masih indur dulu salah jalan. Goedemiddag. Ya. Je moet niet gaan lopen. Hallo. Ik heb even een vraag. Je moet nou niet weglopen, want ik achtervolg je, hoor. En ik achtervolg je dat je mij vraagt, hoe heet u? Hoe heet u? Hallo, niet wegrennen. Niet wegrennen. Wow.
Goedemiddag. Mag ik even u wat vragen? Nou. Ik wil vragen, hoe heet u en waar u vandaan komt? Ik ben Daniela Aurissa en ik kom uit Moordrecht. En waarom loopt u vandaag mee? In verband met Patimura, Harry Patimura. Vooral ook wel. Ik heb wel meerdere wandeltochten gehad. Of gelopen. Maar één die door ons volk eigenlijk georganiseerd is, is dit de eerste. Oké, ik vind het wel lief dat u met uw eigen kinderen ook mee is gekomen. Hallo, hoe heet jij? Die Pijn. Oké, nou, ik wens jullie een fijne middag. Dankjewel. Ja, oké. Goedemiddag, mag ik wat vragen? Ja, zeker. Hoe heet u en waar komt u vandaan? Het is Jaya Derichleen, Limburg. Is dit de eerste wandeltocht die heeft gelopen? Nee, dit is de derde. Ik heb dit jaar 3 gehad. Oké, en wat voor activiteiten waren dat? Walgroep Maluku. Oké, hoe vindt u het organiseren van dit evenement? De organisatie is gewoon top. Goed georganiseerd, alles strak. Goed begeleid. Ja, dat is 1 punt. En dan gaan we, ja, dan gaan we lekker feest vieren. Oké, dan wens ik veel succes. Ja, prima, merci. Ja, ik kom uit Mariusveen. Oké, en ik uit Assen 1. Zo ver, van helemaal uit Assen? Ik woon al zoveel jaren in Mariusveen, hier in het westen. Oké, hoe heet u en waar u vandaan komt uit Assen? Ja, Matulessi vanaf de naam. Oké. Dit is de eerste keer dat u deze tocht hebt meegemaakt? Ja, de eerste keer. Dit. En hoe vindt u van de organisatie die dit georganiseerd heeft? Ja, ik vind het hartstikke goed. Goede organisatie. Ik heb niks aan toe te voegen. Oh, oké, dat is toch geweldig. Oké, ik wens u veel succes. Ja, dank u wel. Ik ben Joa Matulessi uit Capelle aan de IJssel. En van Kampong Tuaha. En waarom loopt hij met deze evenement mee? Ik ben gevraagd door de organisatie om als nazaat van Matulessi, de fakkel, net als deze andere jongens, ook nazaten van Matulessi, de fakkel te dragen vanaf Moordrecht naar Capelle en dan van Capelle naar Krimpen. Oké, als ik dit evenement zie, is er een soort saamhorigheid in de groep? Zoals u kunt zien leeft het nog steeds bij ons in de Molukse gemeenschap. En herdenken wij de opstand van Thomas Matulessi, die hij heeft gevoerd op Saparua. Oké, bent u wel eens op Saparua geweest? Ik ben al 5 keer geweest. En hoe vond je het zelf? Als thuiskomen. Oké. Okay. Ja. Hoe vindt u van de organisatie zelf die dit georganiseerd heeft? Ja, inderdaad. De organisatie heeft, wat ik heb gehoord, dit allemaal in 1 maand hebben zij dit geregeld. Dus petje af voor de organisatie hier. Oké, petje af. Dus daar komen nog meer van deze activiteiten of evenementen die georganiseerd worden door deze organisatie? Ik hoop van wel. Zo behouden we ook de samenhorigheid. En het is natuurlijk mooi voor ons. Als moeilijkste gemeenschap zijnde. Oké, ik wens je veel succes voor vandaag. Ja, dank je wel.